In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Vandaag bespreken we weer een van de versen uit de Psalmen, want de Psalmen blijven een van mijn favoriete boeken in de Bijbel. En dat is Psalm 42. En um, eigenlijk wil ik vers 3 bespreken, maar laten we maar onthouden 42-2, want dat is makkelijker onthouden. Dus 42-2 uit de Psalmen. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. En eigenlijk zegt hij hier: um, Ik heb dorst naar God. En wat is dorst? Dorst is het gevoel, is het signaal van jouw lichaam dat je iets nodig hebt. Dat je water nodig hebt in dit, um, in dit geval. En het is. Ook zo dat water een van de belangrijkste, misschien wel de, een van de eerste levensbehoeften is. Want heel lang overleven zonder water kunnen we niet. Dus hij zegt hiervan: net als een hertje, wat eigenlijk verder niet zo heel veel nodig heeft in haar leven. Dat hertje heeft God zo hard nodig, zo heb ik God ook nodig op die manier. De behoefte aan water is geen luxe. Dat is een noodzaak. Hè? Dus dat moet. Dat is iets wat je, waar, waar, waardoor je anders niet zou overleven. En zo is die behoefte aan God dus ook. Het ding is alleen, is dat ook als je te weinig water drinkt, dat je dat pas te laat merkt. Dus vaak is het zo dat je al een beetje begint uit te drogen of dat je lichaam begint uit te drogen en dat je dat pas merkt aan andere signalen die je lichaam afgeeft. Dus of je hebt jeuk, of je hebt een droge mond, of als het lang duurt, misschien zelfs een blaasontsteking of allerlei andere ellende die je kan overhouden aan het gebrek aan water. En. Dat zijn nog best wel duidelijke signalen. Je hebt te weinig gedronken, dus je hebt daar consequenties van. Het gebrek aan God in ons leven dat merken we helaas niet altijd meteen. We zijn druk bezig met ons werk, we zijn druk bezig met school, we zijn druk bezig met onze vrienden, zo druk bezig met allerlei andere dingen die ons afleiden van dat ik niet genoeg van God in mijn lichaam heb of in mijn leven heb. En dat is gevaarlijk, want nou ja, je wil niet dat je er pas achter komt als het echt, echt te laat is, hè? dus als jij na een lang leven um, overlijdt. Alleen die signalen gedurende je leven, die zijn er. Alleen moet ik er wel alert op zijn. En ben ik dat? Ben ik alert op de signalen dat God weinig is in mijn leven of dat ik te weinig heb daarvan? We hebben dus drie tips om God in je leven aanwezig te houden, in je leven te houden. En dat zijn er drie. Vul jezelf met Gods wezen, vul jezelf met Gods woord en vul jezelf met Gods liefde. En ik zal die drie dingen even toelichten. Het eerste is om jezelf te vullen met Gods wezen. En hoe doe je dat? Dat doen we heel makkelijk gezegd door deel te nemen aan de heilige communie. Zoals de Heer Jezus zelf heeft gezegd in Johannes 6,56, heeft hij gezegd, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Dus hij heeft ons hier heel duidelijke instructies gegeven dat hij bij je is, dat hij in je is, als je ervoor kiest om deel te nemen aan die heilige communie. Dus het eerste is om er, je ervan verzekerd te weten dat God in, jou, uh, in jouw leven is, door jezelf met zijn wezen te vullen. De tweede tip is, is dat je jezelf vult met Gods woord. Want Gods woord is natuurlijk ons levend water, zoals Jezus dat ook aan de Samaritaanse vrouw had uitgelegd in Johannes hoofdstuk 4, vers 14. Hij heeft gezegd: ik heb levend water als je daarvan neemt, zal je nooit meer dorsten. Dus vul jezelf met Gods woord. Hoe doe ik dat? Dat doe ik door de Bijbel te lezen. Dat doe ik door uitleg over de Bijbel te lezen. Dat doe ik door mensen te vragen als ik vragen heb over de Bijbel. Dat doe ik door. Um, ...mensen te horen die de Bijbel voor mij hebben gelezen eigenlijk. Dus dingen zoals een preek of dingen zoals een les, et cetera, et cetera. Zorg voor goede bronnen en zorg ervoor dus dat je daardoor Gods woord tot je neemt. Vul jezelf met Gods woord. En eerst en laatst altijd door de Bijbel. De derde tip die ik voor je heb is dat je jezelf vult met Gods liefde. Dat staat in 1 Johannes, hoofdstuk 4, vers 16 staat... God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus wat hij hier eigenlijk zegt is van zorg ervoor dat je Gods liefde je eigen maakt. Hè? Dan is God in jou, dan is God in jouw leven. Vul jezelf dus met Gods liefde. En hoe doe je dat behalve door alle dingen te doen die we eigenlijk altijd zeggen, hè? zoals een goede christen zijn, naar de kerk gaan, um, uh, de Bijbel lezen. Dat doe je ook door liefde te delen, door er voor een ander te zijn, door met mensen... Um, uh, samen te kunnen groeien in Christus. Want liefde is liefde niet als je het niet kan delen. Als, als God niet van ons had gehouden, dan was het God niet geweest. Want God is liefde. Als God niet ons Um, uh, de Heer Jezus heeft gegeven ter verlossing omdat hij zoveel van ons hield, dan hadden we het niet over liefde kunnen hebben. Maar Gods wezen is liefde. Dus maak daar gebruik van en neem daar een voorbeeld aan. Want als ik die liefde niet deel, als ik die liefde misschien wel voel, maar niet deel, dan is het ook geen liefde. Dan kan ik het niet liefde noemen. Dus vul jezelf ook met Gods liefde door de mensen om je heen. Dus dat waren drie tips die je hebt. Of die je zou kunnen gebruiken, zou kunnen toepassen in je leven. Om ervoor te zorgen dat je dorst naar God een klein beetje minder wordt. Het eerste is jezelf dus door Gods wezen te vullen. Door middel van de heilige communie. Het tweede is om jezelf te vullen met Gods woord. Door de Bijbel. En het derde is je vullen met Gods liefde door de mensen om je heen. Maak gebruik van die drie dingen. En zorg ervoor dat niet je ego daar. In de, in de weg voor staat. Want soms is het moeilijk om andere mensen lief te hebben. En soms is het moeilijk om, om daar niet aan toe te geven. Om te zeggen van laat maar, ik kies geen liefde vandaag. En geef er ook niet aan toe als je een keer lui bent en niet communie wil nemen. Als je zegt van nee, mijn behoefte om thuis te blijven slapen is eigenlijk groter dan mijn behoefte om God in mij te hebben. Um, geef niet toe aan al die dingen die jij zet als een soort van blok tussen jou en jouw relatie met God. Soms is bijvoorbeeld ook jouw vermoeidheid iets te veel, waardoor je niet je Bijbel wil lezen. Of soms wil je iets anders lezen. Of soms ben je zo moe omdat je een hele lange dag hebt gehad, dat je denkt van laat ook maar, ik ga wat anders doen vandaag. Dat zijn allemaal dingen die ruis brengen in mijn behoefte naar God toe. Want net als dat hertje heb ik die behoefte ook. Net als dat uh, als, als, als dat ik dorst heb, dan ga ik drinken. Zo, zo logisch zou het eigenlijk moeten zijn om mezelf te vullen met God op die manier. Wacht dus niet totdat het te laat is met God opzoeken om jezelf met Hem te vullen. En het mooie aan God is, is dat er nooit genoeg is. Dus als altijd als ik denk van nee, ik heb nu genoeg van God. dan zal Hij je meer willen geven. En dan zal je die behoefte nooit kwijtraken. Omdat God is natuurlijk onbeperkt. Het is ik die beperkt ben. Dus hoe minder moeite ik doe, hoe minder. God mij zal geven van zichzelf. Maar hoe meer moeite ik doe, dan zal God mij blijven geven, blijven geven, blijven geven. En hoe meer ik krijg, hoe meer ik dat zal merken, hoe meer ik dat zal voelen. Dus dat is net als dat um, als ik voor mezelf zorg, voor mijn gezondheid zorg, en ik, ik drink water en het gaat goed met mij, dan zal ik dat merken. Dan krijg ik niet al die andere ellende waar we het in het begin over hebben gehad. Dus zorg ervoor dat je God op blijft zoeken en God zal je niet teleurstellen daarin. Dus in Psalm 42, vers 3 staat: mijn, die, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Zorg ervoor dat het niet bij dorst blijft. Les die dorst door de drie dingen die we hebben besproken. Neem communie, lees je Bijbel. Deel de liefde met de mensen om je heen. En je zal merken dat God in jouw leven zal zijn. Je zal het merken aan heel veel andere dingen. Ik zie je weer bij een nieuwe aflevering van Het woord van het leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In God. Amen.